De vakcentrale C47 vindt het verstandig dat de vakbonden bij Grassalco en de Surinaamse waterleidingmaatschappij SWM zich gaan bundelen. C47-voorzitter Robbie Berenstein zegt dat de bonden bij deze twee staatsbedrijven kampen met hetzelfde probleem. Namelijk dat geen van beide directies een legitiem bondsbestuur wil erkennen. Het niet erkennen van de vakorganisaties kan tot grote problemen leiden, vindt Berenstein. No onderschatten ze dat. Want at the end, een ander bestuur en directie hebben. Want if you make one moeite, doe mensen sani voor pot one nieuw bestuur. Maar directie tak aan de erkenning. If you take besluit ja, vanwege go om naar een vervanging voor bestuursleden, leg van statuut schrijf voor. Dat directie tak hierin, mene agri naar een dat dan een nieuw besluit de mij deze weer. En of haar bestuur. Want haar bestuur na visman voor jou. En want toe zomaar man na visman voor jou. Kotak jou tori. Ook wijst Berenstein erop dat de medewerkers van Grassalco en SWM moeten begrijpen dat het niet erkennen van de bonden grote consequenties met zich meebrengt. Een van deze nadelen is dat de belangrijkste zaken van de medewerkers, zoals een collectieve arbeidsovereenkomst, moeilijk te realiseren zal zijn. Peyungotaki, voor money, je CAO, je arbeidsvoorwaarden. Pea de van Oudu, dat directie, nanga bestuursvakbond, is dat afra, voor luku jubelang. Dat het kan niet gebeuren omdat die directie een weiger voor pleeg overleg dat hij dus na aan haar bestuur nogmaals het directie Jara Dorai na de workman in zijn algemeenheid de Jara Dorai. Berenstein heeft afgelopen dinsdagmiddag een persconferentie belegd met de bonden van Grassalco en SWM. Het doel was om de medewerkers te wijzen op de noodzaak van samen bundelen. Hij is van mening dat hoewel de arbeidssituatie bij de twee bedrijven nijpend is, het erger is bij Grassalco.